ga je kort iets vertellen over de nieuwe badkamer en toiletventilator van Ite Daaldrop, de BTV. Sst. Want dit is namelijk niet zomaar een ventilator, maar één die zo stil is dat je bijna niet hoort dat die aanstaat. Vandaar de naam Sst. Nou, en deze naam staat eigenlijk gelijk voor de belangrijkste eigenschappen van het product en daar vertel ik u graag iets meer over. Allereerst, de naam Sst vertelt dat deze BTV de stilste is in uw badkamer of toilet. Nou, normale ventilatoren ventileren op een geluidsniveau van ongeveer 35 dBA. Nou, met deze ventilator kunt u kiezen tussen twee snelheden en zodoende dus ook twee geluidsniveaus. Bij de laagstand bedraagt het geluidsniveau 14 dBA. Dit is net iets harder dan een normale ademhaling en dus bijna niet hoorbaar. Bij de hoogstand bedraagt het geluidsniveau 29 dBA. Nou, dit is te vergelijken met zacht gefluister op zo'n 5 meter afstand. Kortom, een badkamer- en toiletventilator die bijna niet hoorbaar is. Om u het lage geluidsniveau te laten ervaren, zal ik eerst een normale ventilator van Ite Daaldrop aanzetten en daarna de BTV. Om te beginnen met de normale ventilator. Deze heeft een geluidsniveau van 35 dBA. U hoort duidelijk dat de ventilator aanstaat. En dan nu de BTV in laagstand. U hoort bijna niks. En dit geluidsniveau is aanzienlijk lager dan dat van een normale ventilator. De tweede S staat voor schoon. Dit omdat deze ventilator de lucht via de randen afzuigt en het vuil in het rooster dus niet zichtbaar is. En dit oogt natuurlijk een stuk schoner. De derde S staat voor snelheidskeuze. Deze ventilator kan bij installatie namelijk worden ingesteld op twee snelheden. De laagstand of de hoogstand. Nou, bij de laagstand ventileert u 35 kubieke meter per uur. En deze stand kunt u inschakelen wanneer u bijvoorbeeld continu op een laag niveau wenst te ventileren. Denk bijvoorbeeld aan een vochtige woning. Nou, bij de hoogstand ventileert u 75 kubieke meter per uur. En deze stand kan gewenst zijn als u kort maar krachtig wilt ventileren. Denk bijvoorbeeld na een bezoek aan de badkamer of het toilet. Als voorbeeld, de lucht in een gemiddelde badkamer is in de hoogstand in 10 minuten geheel ververst. Nou, in de laagstand duurt dit ongeveer 20 minuten. En uiteraard kunt u na installatie nog wisselen van snelheidskeuze. Als laatste de T in het woord Sst. De T staat voor terugslagklep. De terugslagklep bevindt zich aan de achterkant van het product. En deze zorgt er eigenlijk voor dat de lucht van buitenaf de badkamer of het toilet niet wordt ingeblazen op het moment dat de ventilator uitstaat. En dit is natuurlijk wel zo energiezuinig. En over energiezuinig gesproken, deze ventilator heeft een zeer laag energieverbruik. Bij de laagstand is dit 4,3 watt en bij de hoogstand 6,8 watt. Nou, ter vergelijking, een normale spaarlamp verbruikt het dubbele. De BTV is er in drie modellen. Het standaardmodel met een timer en met een timer en vochtsensor. En deze zijn natuurlijk naar eigen wens instelbaar. Samengevat is de BTV uniek vanwege het lage geluidsniveau. Kortom, in stilte genieten van uw badkamer of toiletbezoek. Wilt u meer informatie over de BTV? Kijk dan even op deze website.